Anna Sophia trouwt in 1670 in Leeuwarden met Bernard Zevenstern. Bernard was brouwer. Samen krijgt zij 4 kinderen. Helaas overlijdt Bernard op 37-jarige leeftijd. Toeval of niet, Anna Sophia, haar tweede huwelijk, is ook met een brouwer en wel met Reinder Ottens Beerza, brouwer en koopman in Groningen. Hij is lid van het Brouwersgilde en het Koopman- en Kramersgilde. Hij verkrijgt het groot borgerrecht in 1666. Zij trouwen in 1682 in Groningen en gaan wonen bij de Steentelpoort. Anna Sophia is dan 35 jaar oud. Bij de nieuwe Steentelpoort staat dan een kenmerkend poortwachtershuisje dat oprijst vanuit de stadsgracht. Een bekende poortwachter was Eppe van Vreden, die 10 jaar daarvoor verraad pleegde door te proberen in ruil voor een grote som geld de deur gedurende 14 dagen 's nachts open te laten staan, zodat de troepen van de bisschop van Münster, ook wel bommenberend, de stad konden binnendringen. Op basis van die beschuldiging werd hij in ieder geval ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Anna Sophia, haar broer Thomas en zijn familie, en waarschijnlijk ook hun beide ouders, maken de belegering van Groningen door bommenberend van dichtbij mee. Gelukkig wordt de bisschop verdreven en wordt Groningen ontzet in 1672. Na 1672, het zogenaamde rampjaar in Nederland, was de Gouden Eeuw over haar hoogtepunt heen en begon er een periode van economische neergang. Anna Sophia en Reinder krijgen samen 2 zoons. De eerste is Otto Reinders Beerza. Hij wordt geboren in 1683. 2 jaar daarna komt Reinder te overlijden, op 45-jarige leeftijd. Hij wordt begraven in de A-kerk, omtrent de klokkentoren. De A-kerk zag er toen nog zo uit als deze tekening uit 1710. In dat jaar stortte de toren spontaan in. Het jaar daarna werd er met de bouw van de huidige toren begonnen. Ook het jonge broertje van Otto, dat nog werd geboren in 1685, overlijdt op jonge leeftijd. Otto is dan 5 jaar. Zijn halfzuster, dochter uit Reinders eerste huwelijk, is toevertrouwd aan een voogd. Over haar is te vinden in het archief Weeskamer een graf in de A-kerk, daar des pupils vader in begraven is, omtrent de klokkentoren. Goederen, zo dat de pupil door het sterven van haar oom, luitenant Lubbert Beerza, zijn aangeërfd en bij de voormond in bewaringen. Goederen welke de pupil met de vader, de broeder, zusters in de manden heeft, een huis staande tegenover de A-kerk, bewoond door Vaandrig Wolderingen. Misschien wordt met broeder Otto bedoeld. Wanneer Anna Sophia is overleden is niet bekend. Wel is bekend dat zij in 1694 samen met familieleden het eerder genoemde huis tegenover de A-kerk verkoopt. Misschien namens haar zoon die dan 14 jaar is. Otto groeit op en trouwt later met Petronella Bolte. We gaan nu terug naar Anna Sophia's broer Thomas en zijn zoon Walter Johannes Liefdink. Walter Johannes Liefdink is vernoemd naar de vader van Thomas, die ook Walter heette. De naam Johannes komt waarschijnlijk van de oma van zijn moeder. Dit was Johanna Gomarus. Of dit laatste feit meespeelt in zijn beroepskeuze is niet bekend, maar hij wordt predikant en wel in Rottum. Volgens het lidmatenregister van Rottum is hij daar in 1709 begonnen als predikant. Hij is dan 26 jaar. In hetzelfde jaar trouwt hij met Geertruid Borgesius. Destijds was de kerk in Rottum een oude kloosterkerk, behorende bij het Julianaklooster. Dat was gebouwd in de 12e eeuw.
Na de reformatie raakte dit klooster in verval. De zuidelijke vleugel stortte in 1658 in. De noordelijke volgde in 1855. Ergens in de periode ertussen, van 1709 tot 1720, predikte de jonge Wolter Johannes in de kloosterkerk die toen nog overeind stond. Geertruid en Wolter krijgen 5 kinderen. De eerste is een dochter, Catharina Barbara Liefdink. Zij wordt geboren in Rottum in 1712. In 1720 verhuist het gezin naar Uithuizermede. Destijds werd Uithuizermede ook de Mede genoemd. De naam verwijst naar de buitendijkse meden of grasland op kwelders bij Uithuizen. Wolter is aangesteld als predikant in de Mariakerk. Het oudste deel van de Mariakerk stamt uit de 13e eeuw. De kerktoren werd in 1717, 3 jaar voor Wolters komst, vernieuwd in opdracht van Onno Tamminga van Alberda, heer van Rensema. Overigens had deze in 1713 het huis Scheldkema Nijenstein in Zandeweer geërfd en woonde daar sindsdien. De gelijkenis met de toren van de A-kerk in Groningen is niet toevallig. De ontwerper van de toren van de Mariakerk, Allert Meijer, heeft als stadsbouwmeester van Groningen ook de toren van de A-kerk ontworpen. De toren van de kerk in Uithuizermede heet daarom ook wel Meistertoren. De herenbanken, het doophek en de preekstoel in de kerk zijn ook gemaakt naar een ontwerp van Allert Meijer. Wolter Johannes preekt vele jaren vanaf deze preekstoel tot 1748. Dit is een afbeelding van een andere predikant in dezelfde periode. Zo zagen de meeste predikanten eruit, qua haar en kledingdracht. En dit is een afbeelding van een predikant uit dezelfde tijd met zijn vrouw. In 1748 overlijdt Wolter Johannes op 65-jarige leeftijd. In Uithuizermede is een grafsteen van Wolter en Geertruid met gedeeltelijk leesbaar opschrift. Vrijwel onherkenbaar zijn de wapens van de families Liefdink en Borgeesjes zichtbaar. Als Geertruid inderdaad op 60-jarige leeftijd is gestorven, dat aantal jaren is op haar grafsteen te lezen, dan is ze in hetzelfde jaar gestorven als Wolter. Hun dochter is intussen getrouwd en heeft zich in Groningen gevestigd. Catharina Barbara is de laatste voorouder met de naam Liefdink in onze stamboom. Zij trouwt eerst met koopman Pieter van Eiborg, die helaas vroeg komt te overlijden. Als ze 38 jaar is, in 1751, trouwt ze opnieuw en nu met broodbakker Derk Reinder Beerza. Ook voor hem is dit het tweede huwelijk. Hij is namelijk weduwnaar van Pietertje van Helderen. Het feit wil nu dat Derk Reinder Beerza de zoon is van Otto Reinders Beerza en zijn vrouw Petronella Bolte. Otto is de zoon van Anna Sophia, de oudtante van Catharina. Dit betekent dat Catharina en haar man achterneef en nicht zijn. Vandaar dat zowel Thomas als zijn zuster Anna Sophia onze voorouders zijn. Het echtpaar krijgt 2 kinderen. De eerste is een zoon. Hij wordt geboren in 1752 en wordt Wolter Jan genoemd. De zaken gaan kennelijk voorspoedig, ondanks de moeilijke omstandigheden in Groningen in die tijd. Derk kocht namelijk in 1771 een huis, aan de noordzijde van het Damster Diep, genaamd de Blauwe Haan, met toonbank en winkelplanken, van Berend Trap voor de somma van 1880 gulden. De Blauwe Haan wordt later bekend als tabakzaak van tabakskever en handelaar Jan Gruno,
oprichter van de Grunno Tabaksfabriek en ook als eerste winkel van kruidenier Klaas Tiktak, stichter van koffie- en theefabriek Tiktak. Hier is het pand te zien meteen links naast de tweelingpanden in het midden, achter de scheepsmast. En hier aan de linkerkant. Hier brengt koningin Emma een bezoek aan de winkel van Tiktak onder grote belangstelling van toegestroomde Groningers. En zo ziet het pand er tegenwoordig uit. Dirk overlijdt 15 jaar later in 1786. Mogelijk gaat het echtpaar in deze periode minder voor de wind, want Catharina verhuist daarna naar het Pelse gasthuis. Deze aquarel van J. Bulthuis is gemaakt in dat jaar. Mensen schonken hun bezittingen aan het gasthuis om zeker te zijn van verzorging op hun oude dag tot aan hun sterven. Het zou kunnen dat Catharina geen familie heeft waar ze bij kan of wil wonen tot haar dood en dat ze daarom hier is gaan wonen. Opmerkelijk is het wel, omdat haar zoon en kleinzoon, die dan nog leven, rentenier en zilversmid zijn. Daarnaast zijn zowel de Lieftings als de Beerza's, in ieder geval tot die tijd, welgestelde families. Ook is Catharina haar moeder een Borgesius, ook een familie van aanzien in Groningen. Waarom ze dus naar het gasthuis is gegaan, is een vraag. 4 jaar na haar man, op 21 januari 1790, overlijdt Catharina op 77-jarige leeftijd. De zoon van Catharina en Dirk, Wolter Jan Beerza, krijgt een zoon die de bedovergrootvader is van Marie Zichterman.